Hoe was de dag zo vandaag al op straat? Langer dan een week. Langer dan een week. Hoe zag het vandaag eruit? U heeft het gezien, vrede. We zijn leerkrachten. We zijn gewoon bij elkaar gekomen. En we zijn naar andere scholen gegaan om onze collega's bewust te maken van dat waarmee we bezig zijn. We hebben ook gehoord dat ze bedreigd worden. We zijn ze moed in gaan spreken. Wees niet bang. Wees niet bang. Sluit je aan, want we weten dat je het hard hebt. En hebben de leerkrachten van de scholen de klasse verlaten om te ondersteunen? Een deel. Een deel wel. Als ze niet zijn gekomen, dan kunnen we ze ook niet dwingen. Ja. Maar we hebben ze in elk geval ons boodschap niet gegeven. En welke scholen zijn jullie allemaal gegaan? Meegunst. Ik denk Lyceum 1. Pascale School. Ja. Ja. Hier is de Polane School. Ja. En wat is de eis? Wat willen jullie nu? Zijn er al vorderingen met de regering? Niks. We hebben nog helemaal niks gehoord of gemerkt. En hoe ziet het volgende plan van jullie eruit? Dat bespreken we vandaag. En zijn er ook leerkrachten uit andere districten? Er zijn ook leerkrachten uit de districten. Ik heb een collega gezien uit Alpina. Een collega uit Washaven. Uit Kwamalasa. En wat vinden jullie van de houding van de regering? Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen u zelf uitleggen waarom ze zo'n houding hebben. Maar wat ik zeg, nog steeds, dat ze zullen komen. Of dat ze ons zullen vertellen. Al willen ze niet met ons praten, ze kunnen ons gewoon vertellen van luister naar Itori City. En dus die 5000 SRD-bonnen hebben jullie nog steeds niet? We hebben niks gehad. Geen oliekarten, geen 5 SRD. En ze hebben ook niets gezegd van oké. Leerkrachten hebben een opvoedende taak. En ja, zou die opvoedende taak ook die bij de regering moeten zijn om een man van woord te zijn? Dat vind ik ook. Dat vind ik ook als hoogste autoriteit van het land. Vind ik wel dat ze dat moesten hebben. Ja. Een nieuwe minister zal dat misschien voor positiviteit zorgen? Ik hoop het. Ik heb hem vanmorgen gehoord. En ik ben positief gestemd.